allemaal. Normaal gesproken dan zien jullie allemaal filmpjes op mijn YouTube kanaal met kniptechnieken, kleurtechnieken. Maar deze keer wil ik jullie toch eventjes meenemen in een andere wereld die ook echt zeer zeker met het kappersvak te maken heeft. Het is namelijk zo, tijdens de coronatijd ben ik echt na gaan denken over mijn salon. Van waar sta ik nu precies met mijn bedrijf? Hoe kan ik nog verder groeien? En ik had er echt begeleiding bij nodig. Ik weet ook dat de saloneigenaren naar mijn kanaal kijken en ook misschien wel van jullie die met een salon willen starten. En nou ja, dan, ik zat met zoveel vragen en toen dacht ik van waar moet ik nou heen? Er zijn genoeg bedrijven die je dus een pakket aanbieden wat je kan volgen voor je bedrijf. Maar heel eerlijk, dat is niet de taal die ik spreek. En dat vind ik dan heel erg moeilijk. Toen ben ik verder gaan zoeken en toen ben ik terechtgekomen bij Richard Koffijberg. Dat is de eigenaar van de Business Factory. En weet je wat het fijne is van Richard? Die heeft zelf achter de stoel gestaan in de salon en die spreekt mijn taal, die spreekt onze taal. Dus dan is het zoveel fijner als je dus begeleiding zoekt voor je bedrijf, dat je dus iemand hebt die gewoon met jouw taal spreekt, die je dan ook daadwerkelijk begrijpt. Nou, wat gaan we nu voor jullie doen via mijn kanaal is, nou, ik ga samen met Richard de introductie voor jullie doen, dat is dit filmpje. En daarna ga Richard 4 filmpjes los opnemen wat ook op mijn kanaal geplaatst wordt. Dus op die manier kunnen jullie voor jezelf al dingetjes eruit halen wat je tot je eigen salon kan betrekken. Maar het blijft natuurlijk gewoon een YouTube dingetje. Wil je echt de persoonlijke begeleiding? Ja, dan zal je Richard Koffijberg via de Business Factory zelf moeten benaderen. Maar voor nu, ik haal hem erbij, want hij is gewoon degene die je alles kan vertellen wanneer het gaat over een bedrijf. Ja, ik hoop het. Ik doe mijn best. Dankjewel voor de introductie. Je slaat de spijker precies op zijn kop. Dit zijn de vragen die ik binnenkrijg als het gaat om begeleiding van bedrijven. 9 van de 10 hebben dezelfde vragen. En waar heeft het mee te maken? Met het feit dat we creatief heel erg veel geleerd hebben. Ja. Dat kun je onderweg ook doen. Maar business-wise eigenlijk helemaal niets. Nou ja, en dat geldt dus ook voor de kijkers. Maar dat geldt ook voor mezelf. Ik ben als creatieveling ben ik dus de salon begonnen. Maar het zakelijke aspect, dat dacht ik altijd, ja, dat komt er wel bij. Ja. Maar het is echt wel heel erg belangrijk. Nou ja, dat heeft de coronacrisis pijnlijk duidelijk gemaakt. Dat je, als je wil gaan kijken hoe kan ik nog verder mijn bedrijf ontwikkelen, want daar gaat het uiteindelijk om. Dan moet je wel enige stappen maken. Het kan niet meer zo zijn dat je hetzelfde blijft doen als voor corona. En overigens was de vraag voor corona ook al hetzelfde. Hoe ontwikkel ik mijn bedrijf? Ja. Maar ik denk door de corona is iedereen meer bewuster gaan nadenken. 100%. Ja. Nee, duidelijk. Ja. Kijk, je hebt ook maanden thuis gezeten. Je hebt maanden moeten nadenken ook over je bedrijf. Hoe blijf ik in contact met mijn klanten? Zijn de diensten die ik aanbied nog voldoende om onderscheidend te zijn? Want daar gaat het om, Natas. Het gaat om hoe onderscheid je je van al die duizenden ondernemers die in het bedrijf, in de branche werkzaam zijn. En ja, als je in het grijze midden blijft zitten, dan gaat die consument, die gaat kiezen op prijs. Ja. Maar dat moeten we niet willen. Het mag niet over geld gaan. Het gaat over kwaliteit. Wij hebben zo'n mooi vak. We hebben het mooiste vak van de hele wereld. Alleen we moeten even verder gaan kijken naar de businesskant. En de businesskant kan soms wel pijnlijk zijn. Het kan soms pijnlijk zijn omdat je erachter komt dat sommige dingen binnen je bedrijfsvoering niet helemaal kloppen. Ja, maar juist dan kan je eraan gaan werken. Maar dat is ook de enige manier om nog verder te kunnen gaan. Ik zie ook dat veel ondernemers denken, misschien moet ik wel gaan inkrimpen. Terwijl er weer andere ondernemers zijn die ik mag begeleiden. Zeggen, nou nee, dit is een kans. Ik ga juist uitbreiden. Waar kan ik meer expansie krijgen? Nou, dat zijn de vraagstukken waar ik elke dag gelukkig mee te maken krijg. Ik spreek heel veel ondernemers, schrijnende gevallen soms, maar ook heel veel enthousiaste ondernemers. Maar degene die het best voor elkaar hebben, dat zijn de ondernemers die ook durven te ondernemen. Maar dat kan niet als je niet weet wat voor bedrijf je. Ze zeggen wel eens, Natas, als je bedrijf, als je de cijfers niet kent, ken je je bedrijf niet. En dat is natuurlijk zo. En heel eerlijk, wat ik nu ga zeggen, ik ken echt de cijfers niet van mijn bedrijf. En ik denk, velen van jullie ook niet. Maar ik ga er nu verandering in brengen. En nou ja, daarom is Richard ook hier. Ik ben blij dat je mag helpen. Ja. Daar ben ik ook heel blij om. Ik heb ter voorbereiding hiervan een filmpje meegenomen. Dat gaat over het bedrijf zelf, over een bedrijf. Niet specifiek de kappersbranche, maar een bedrijf in algemene zin. En daarna kunnen we even gaan praten over wat het nou in zich heeft, zo'n filmpje, of het bedrijf, om daarmee stappen te maken. Zullen we er even naar kijken? Ja, kijken jullie mee? Voor succesvol ondernemen is er maar één verantwoordelijk.
Jouw kwaliteiten, visie en inzet zorgen voor het slagen van je businessmodel. Daarmee ben je er natuurlijk nog niet, want je wilt je product of dienst aanbieden aan anderen, aan klanten. Maar jij bent op jouw beurt ook weer aangewezen op anderen, zoals leveranciers en personeel. Je hebt nu een product en een afzetmarkt. Inkoppertje dus. Of niet? Het woord afzetmarkt zegt het al. Je bent ook afhankelijk van de markt als geheel. Dus de maatschappij en de economie. Die omgeving vormt de buitenste cirkel. Op dit model bouwen we de 4 P's van succesvol ondernemen. Deze pijlers worden gevormd door product, people, process en profit. Het begint natuurlijk bij een kwalitatief goed product. En dat heb je ongetwijfeld prima voor elkaar. Maar goed is de grootste vijand van perfect. People staat voor klanten, maar ook voor personeel en leveranciers. Een goede werkrelatie is essentieel. Tevreden medewerkers geven tevreden klanten. Het hele proces moet op orde zijn. De workflow, de inkoop, de administratie, maar ook zaken als aanwezigheid op social media. Alles moet goed doordacht zijn. Winst, dat klinkt vanzelfsprekend. Maar menig ondernemer durft niet de prijs te vragen die noodzakelijk is voor een gezonde winst. Ga ervoor. Het is jouw business. Is één pijler niet stabiel, dan wordt je bedrijfsvoering al wankel. Staan twee pijlers op omvallen, dan zal je bedrijf instorten. Daarom geven we prioriteit aan alle 4 de P's. En ligt zakelijk succes voor het grijpen. Nou, dat was het filmpje, Natas. Vond je het duidelijk? Was het een goed verhaal? Nou ja, ik vond het echt wel een duidelijk verhaal. Alleen, ja, heel eerlijk, ik heb er zo nooit over nagedacht. Want net als met die P van people. Ja. Ja, ik dacht altijd alleen maar aan mijn klanten. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook personeel. Personeel, ja. Het is eigenlijk allesdekkend. Kijk, die 4 P's uit het filmpje, die gaan we behandelen in die filmpjes, die 4 die we gaan opnemen. Dus per filmpje behandelen we 1 P. En eigenlijk, dat moet ik er even bij zeggen, je kan ze door elkaar heen gebruiken. Er zit geen chronologische volgorde in. Je pakt er een P uit wat op dat moment van belang is. Maar wat ik nog wil toevoegen aan dat filmpje is dat er een ander model, die laten we zo even zien. Geen haarmodel, maar een businessmodel. En dat gaat over hoe een bedrijf zich ontwikkelt. Dat noem je de ontwikkeling van een bedrijf. Okay. En die begint altijd bij de pioniersfase. Ja. In de pioniersfase zijn we altijd ontzettend enthousiast en flexibel. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren toen ik mijn bedrijf startte. Ik ging op zondag knippen, ik ging 's avonds tot 8 uur door. Ik was zo flexibel, ik wilde zoveel succes, ik wilde zoveel klanten binnenhalen, dat het me eigenlijk niet zoveel uitmaakte. Herkenbaar, hè? Ja, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Maar er zit ook een keerzijde aan. Want omdat je alleen maar aan het werk bent en je bent alleen maar bezig met anderen te pleasen, vergeet je aan de bedrijfsvoering van je bedrijf te werken. Is het voor jullie ook herkenbaar? Want ik sta hier allemaal in mijn binnenste van ja. Maar ik denk dat de kijker ook zoiets heeft van ja. Ik hoop dat ze het herkennen, want het komt zo vaak voor. Kijk, en als je in die flexibiliteit van het begin van die pioniersfase alleen maar blijft doorrennen, dan vergeet je om naar je organisatie te kijken. En eigenlijk moet je van een pioniersfase naar een organisatiefase. Maar de weg erheen, dat kan een pijnlijke zijn. Want je gaat zien, je krijgt uitval van klanten, want die zeggen, ja, maar ik kan niet elke keer maar wachten. Of uitval van je personeel, omdat die nooit iets georganiseerd kunnen ondernemen. Maar je hebt een point of no return. Je hebt al een bedrijf. Dus in mijn geval had ik al een gezin, ik had al kinderen. En ik zat nog steeds in die pioniersfase. En waar ik achter kom bij mijn werk, is dat er bedrijven die al heel lang bestaan, nog steeds in een pioniersfase zitten. En dat betekent dat die ondernemer heel hard moet werken, alles zelf moet doen, ligt ook een beetje aan hunzelf hoor. Ja. Want het is hun kindje en ze denken, ja, als ik het uit handen geef, gebeurt het niet goed. Kunnen dus niet delegeren, het overdragen aan anderen. Maar daar ligt juist de behoefte. In een organisatiefase ga je steeds meer aan je bedrijf werken, samen met je personeel. Je neemt een bedrijfsleider of je maakt mensen verantwoordelijk. Dan krijg je meer ruimte in je hoofd om te ondernemen. Want het gevaar is dat je over gaat lopen. Ik ken ondernemers die hebben gewoon uitvalverschijnselen gekregen omdat ze te veel en te lang werkten. Ja. En helemaal niet meer wisten
wat er in het bedrijf gebeurde. Vanuit die flexibiliteit. En in een organisatiefase heb je behoefte aan structuur, maar wel flexibel blijven met je personeel. Nou, dan heb je nog een integratiefase, het laatste deel, daar gaan we het niet over hebben. Dat betekent samenwerking met andere bedrijven. Dat is niet aan de orde. Maar dat is eigenlijk het grootste inzicht toen ik wat ging leren over ondernemingen. Toen zag ik dat model en toen dacht ik, daar ben ik. Ja. Ik zit in die pioniersfase. Ik werk me ongans. Maar even naar de kijker, want ik heb het dus voor mezelf ook gehad, dat ik niks uit de handen wilde geven. Ja. En je wilde het allemaal maar zo dicht mogelijk bij jezelf houden, want jij wist allemaal wel hoe dat het moest. Ja. En ik denk ook dat voor de kijkers, dat ook saloneigenaren, dat het ook echt wel herkenbaar is voor velen. Want omdat je vanuit je eigen creativiteit wel begint, en nou ja, dan komt er misschien wat personeel en alles bij. Maar ja, het blijft wat je ook zegt, het blijft jouw kindje. Ja. Dus die fase is denk ik ook voor velen heel moeilijk om dan die stap te zetten. Ja, maar weet je wat het is, Natas? Het wordt voor een werknemer, een teamlid, zoveel leuker als ze ook verantwoordelijkheid krijgen. Ja, tuurlijk. Maar dat snap ik helemaal. He, dus wij verwachten eigenlijk als ondernemer, als we in ons eigen kokoentje blijven, dat een werknemer die komt 's ochtends binnen, die hangt om 9:30 de jas aan het knaapje, gaat om 6:30 naar huis, met stoom uit de oren, we hebben heel hard gewerkt en dat doen ze 20, 30 jaar lang. Dat gaat niet gebeuren. Die mensen die willen ook uitdagingen. Ja. En wij zijn als ondernemer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ons personeel, van het bedrijf. Daar ben je verantwoordelijk voor, vind ik. Ja. Dus daar moet je aan werken, daar moet je met elkaar aan werken, daar moet je plannen voor maken. Dan moet je zeggen, god, wat wil je? Maar weet je wat ook leuk is als ondernemers, met je team te gaan zitten? Hoeft niet heel groot te zijn, al heb je er 1 of 2. Zeggen, hoe vind je eigenlijk dat ik het doe? Wat zou je anders doen als het jouw bedrijf zou zijn? Hoe kunnen we elkaar versterken? Ga maar er zitten. Je krijgt dingen te horen. Nou, weet je, een mooi voorbeeld. Heel eerlijk, daar word ik nu al blij van dat je dat zegt, want dat heb ik dus nog nooit gedaan. Ach, je weet zoveel. Als je iets over je bedrijf wil weten, moet je het aan 2 type mensen vragen. Dat is aan je consument, dus aan je klant, en aan je personeel. Ja. Want wij zijn bedrijfsblind. Ja, maar dan moeten ze natuurlijk wel de waarheid spreken. Maar je hebt een goede verstandhouding met je personeel, dus dat durven ze wel. Ja. En anders hoef je het niet te doen, hè? Maar dan heb je een ander probleem. Ja. Dan ga je naar de P van People, waar we straks ook over gaan zeggen. Dan moet je eerst eens naar jezelf gaan kijken, van ben ik dan wel oprecht en durven ze wel met mij de confrontatie aan te gaan? Want dat kan het soms zijn. Maar als je er positief in gaat en je koestert dat wat zij zeggen, het zijn cadeautjes, hè, wat je van ze krijgt, dan ben je al structureel aan het bouwen aan het bedrijf, wat van iedereen is. Want je bent misschien wel eigenaar in naam, maar zo is het vaak niet. Hè? Jullie zijn met z'n allen eigenaar van het proces, de P van proces, die je met elkaar moet gaan uitvoeren. Wat je jezelf ook nog af kunt vragen is, welke fase van mijn leven of mijn bedrijf zit ik eigenlijk? En wat wil ik dan toevoegen of veranderen? Dat is een hele relevante vraag, want iemand van 30 heeft een andere vraag dan iemand van misschien 50 of 60. Ja. En dat merk ik ook aan de vragen die ik krijg als ik aan het werk ben. Soms help ik mensen met ontwikkelingen, met marktverkenning. En soms help ik zelfs mensen met verkoop klaarmaken of met inkrimpen of whatever. Iedereen zit natuurlijk in een andere fase. En dat is het. En dat maakt het zo mooi. Dat maakt ook die 4P zo duidelijk. Want je kunt er gewoon 1 uithalen en zeggen, nou, daar heb ik nu behoefte aan. Daar ligt mijn vraag. En dan gaan we ermee aan de slag. Maar ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik hang nu al aan zijn lippen. Want al die info, dat vind ik zo fijn. En gewoon ook de taal die we samen begrijpen, dat je die kan spreken. Wat we voor jullie gaan doen, dus op mijn YouTube-kanaal, is de 4P's. Gaat Richard, niet ik, gaat Richard wat dieper op in. Dat al die 4P's goed behandeld worden. Elke week komt er dan een filmpje op mijn YouTube-kanaal. En ik hoop dat jullie voor jezelf zoveel mogelijk eruit kunnen halen. Op social media geven we aan wanneer de filmpjes dan ook daadwerkelijk geplaatst worden. En haal er zoveel mogelijk voor jezelf uit. Wat je op je eigen kan projecteren als voor je bedrijf zijnde. Maar wil je er echt nog veel dieper op ingaan, dat je denkt van nou, hè, dit moet echt iets voor mij zijn, dan doe je net zoals mij Richard Koffijberg benaderen via de Business Factory en dan komt hij persoonlijk naar je toe. Maar voor nu zou ik zeggen tot volgende week en dan gaan we door met de volgende pace. Ciao.